vierdaagse filmcrew presenteert Erik, Toon en Caroline. De moord. Dood. Nou, dus laten we even gewoon gaan zitten. Weet je wat ik denk dat we het beste kunnen doen? We moeten gewoon, jij moet bij de gamma een touw halen en dan binnen we op onze voeten met een gewicht eraan en dan flikken we hem gewoon in het water. Nee, dat werkt niet. Het punt is namelijk, als je lijken in het water laat liggen, zuigen ze zich helemaal vol met water. Ja, maar dan zorgt het gewicht Nee, maar ze worden op een gegeven moment ze worden te luchtig voor het gewicht en ze drijven toch naar boven en die touwen die worden doorgeknabbeld of vissen. Okay, dus okay. Dat kunnen we niet doen. Ik heb het. We brengen hem gewoon aan dat hele oude huis, weet je wel. En dan stoppen we hem daar in de schuur. Ja. En dan steken we hem gewoon in de fik. We steken het huis in de fik. Nou, het huis niet, de schuur. De schuur in de fik. Ja, maar het punt is, wat het risico is, ze vinden die verwondingen. Mensen zien die rook. We begraven hem. In het bos. Waarom wil je hem begraven? In het bos. We brengen hem naar het bos. En we gaan hem begraven. Hoe gaan we hem begraven? Dat weet ik niet. We kopen een schep ergens. Hoe diep moet dat telegram dan zijn? We kunnen hem bevriezen en in 100.000 kleine stukjes slaan. Nee, dat werkt ook niet. Weet je wat we anders kunnen doen? We laten hem gewoon liggen. We gaan gewoon verhuizen. We kunnen hem toch niet zomaar laten liggen? We gaan verhuizen, we laten hem liggen. Ja, ik weet het niet meer. Ik weet niet wat we moeten doen. Oké, sorry. Ik zit een beetje mee te luisteren met jullie gesprek. En het klinkt allemaal heel veelbelovend. Maar er zijn gewoon efficiëntere manieren. Is het lijk al leeg bloed of niet? Zit er nog bloed in het lichaam? Ja, denk ik wel. Ja, oké. Het eerste wat je doet is je hangt hem ondersteboven aan twee vleeshaken. Je snijdt zijn keel open, bloed het leeg. Ja, dan heb je geen rotsen meer. Doe je boven een badkuip, daarna meteen doorspoelen met chloor en zoutzuur. Tast de leidingen niet aan, geen probleem. Wat je daarna doet, je vriest het in. Ja, heb je een grote vrieskist? Ja. Invriezen, doorzagen bij de gewrichten heb je de minste rotzooi. En verbranden is een leuk idee. Wat je het beste kan doen is verschillende locaties in het bos begraven. En dan in de brand steken? In brand steken, dat werkt altijd. Goed zijn de botresten, maar dan moet je wel zorgen dat het eerst goed spook is. Wat je het beste kan doen is eerst begraven. Dan hou je een paar maanden later alleen de botten nog over. Graaf die botten op en die verbrand je dan klaar en niemand heeft het over. Dat we daar niet aan gedacht hebben. Nou. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Nee. Eigenlijk super simpel. Je moet het even weten. Hé, hey, dank je. Graag gedaan. Hé, geweldig. Nou. Oh, wat een pak dan maar.